Ik ben Edwin Jacobs. Ik ben directeur van het Centraal Museum. Mark Manders is een belangrijke kunstenaar, want hij bedient een beeldtaal die uniek is en op zichzelf staat. In 2013 was Mark Manders uitgenodigd om Nederland te representeren op de Biennale in Venetië. En de tentoonstelling die daar aan vast zit, vindt stevast plaats in het Rietveldpaviljoen. Nou, het idee, het uitgangspunt dat Mark Manders een werk maakte in geest van Rietveld, in diens Rietveldpaviljoen, helemaal gebaseerd op associaties en helemaal gebaseerd op een historisch feit, vonden we een prachtige koppeling. En daarom kochten we deze werken aan, ook om zo de nalatenschap van Rietveld aan de beeldende kunst te verbinden. Ja, ik ben Mark Manders. Ik ben geboren in Nederland, in Vogel. En sinds 10 jaar woon ik in België. En ik vind het super dat er nu ook werk hier in dit museum, in de collectie is. Ik heb hier ook een tentoonstelling gehad, ik denk misschien 15 jaar terug. Het is gewoon een heel bijzonder museum, heel vreemd gebouw met heel veel onlogische route. Heel interessante plek. Ja, voor mij is Rietveld super belangrijk. Heel erg goede architect en goede ontwerper. En als kunstenaar kun je eigenlijk niet om hem heen. Hij heeft zoveel, soms in het beeld bepaald. En ik heb gestudeerd ook in Arnhem in een gebouw van Rietveld. Ja, vond ik echt fantastisch. Rietveld heeft nooit een wc gemaakt. En dat is super jammer. En hij is natuurlijk dood. En ik heb geprobeerd om eigenlijk in de lijn van zijn werk een wc te maken. En die eigenlijk volgens mij perfect past in zijn manier van denken. En ik vind het heel mooi dat ondanks dat iemand dood is, dat je toch verder kunt denken op. Ik ben Marja Bosma. Ik ben conservator moderne en hedendaagse beeldende kunst. En Mark Manders, als beeldhouwer, als beeldenmaker. Ja, dat zijn eigenlijk zijn alle kunstenaars tegenwoordig beeldenmakers. Je hebt tegenwoordig niet meer zoiets als een indeling in stroming. Dat had je vroeger wel. En dat had erg te maken met al die kunsthistorici, mijn vakgenoten. Maar dat geldt eigenlijk niet meer. Hooguit zou je kunnen zeggen, Mark Manders heeft veel gemeen met de mentaliteit en de vrijheid van Joseph Beuys, die beroemde Duitse kunstenaar. Het werk hier in de collectie zijn eigenlijk twee nagemaakte botten. Een bot van mijn arm en een bot van mijn been, die naast elkaar staan. En er valt eigenlijk een schaduw uit een kopje vol op die twee botten samen. En wat ik eigenlijk mooi vind is dat die schaduw die uit dat kopje valt, die twee botten verbindt. Maar het middelste stukje van die schaduw valt er gewoon doorheen en dat is eigenlijk geen schaduw meer. En ik vind het heel mooi. Ja, voor mij is het eigenlijk heel interessant dat ik steeds de dingen die ik maak, steeds in heel verschillende plekken zie. Soms toon ik werken in een supermarkt, soms in een museum. En ik vind het heel interessant dat die dingen hetzelfde blijven, maar door de context helemaal andere betekenis kunnen krijgen. Ik vind het heel goed dat het museum probeert iets over hun werk te vertellen. Ik doe dat zelf ook. Maar ik vind ook dat het werk op zich ook gewoon zonder een kunstcontext zou moeten kunnen overleven eigenlijk. Als je iets meer over mijn werk wil weten, dan kun je... Ik heb een vrij primitieve website, waar ik zelf wel blij mee ben, en zelfs een Facebookpagina. Ik maak heel vaak boeken. En ik ben eigenlijk verslaafd aan boeken maken.